2, 1. Goedenavond, dames en heren. Welkom bij het webinar Wat als het preventiebeleid massaal activeert. Ik ben Johan Albrecht, ik werk aan de Universiteit Gent, faculteit Economie. Ik ben ook fellow bij het Itinera Instituut in Brussel en ik ben de trotse auteur van een nieuw product, namelijk dit boek Investeren in een gezonde levensstijl op weg naar een activerend preventiebeleid. Ik ga ongeveer 30 minuten praten over de essentie van dit boek. En u heeft eigenlijk intussen tijd om ook vragen te stellen in de vragensectie die u kan vinden op uw scherm. Ik ga na 30 minuten even pauzeren, even kijken naar de vragen die binnengekomen zijn. Ik ga dan ook achteraf proberen zo goed mogelijk op die vragen een antwoord te bieden. Dus waarom een boek over preventie? Wel, vandaag zien we natuurlijk ons gezondheidszorgsysteem zeer goed presteren in de strijd tegen natuurlijk die tweede golf van coronavirus. Maar je moet ook eens kijken naar, los van corona, wat is eigenlijk de status van de volksgezondheid op dit moment? En we kunnen dat eigenlijk proberen te meten aan de hand van vele indicatoren. Als je kijkt naar het aantal gezonde levensjaren dat we kunnen genieten gemiddeld, dan blijkt uit cijfers van Eurostat dat België het eigenlijk behoorlijk goed doet. We kunnen genieten van 64 gezonde levensjaren. Dat is prima, net boven het Europese gemiddelde. Maar in Zweden bijvoorbeeld geniet men gemiddeld van 74 gezonde levensjaren. Dat betekent jaren zonder functionele beperking. Dus eigenlijk ligt er toch wel ergens waarschijnlijk een soort potentieel om meer levenskwaliteit te kunnen genereren voor de bevolking eigenlijk in het algemeen. Wat toch zeker en vast een economische opportuniteit ook zou betekenen. Nu, gezonde levensjaren zonder functionele beperking heeft veel te maken met de opmars van de chronische aandoeningen die leiden tot heel wat functionele beperkingen. Heel veel mensen hebben, laten we zeggen, bepaalde gezondheidsissues die hun brengen in de risicozone om chronische aandoeningen achteraf te gaan ontwikkelen. Enkele getallen. Als je kijkt naar de opmars van overgewicht, vandaag kampt ongeveer 49% van de volwassenen met overgewicht. En ook 19% van de jongeren kampt al met overgewicht, wat allesbehalve een rooskleurig beeld natuurlijk met zich meebrengt. Hoge bloeddruk. U kent ongetwijfeld dit fenomeen. Naar schatting heeft 2,5 miljoen mensen in ons land een te hoge bloeddruk en er nemen daarvan 1,5 miljoen mensen effectief medicatie tegen die hoge bloeddruk. Naar schatting is ongeveer 8% van de bevolking diabetisch of prediabetisch, wat ook andermaal natuurlijk een van die risico-elementen betreft in zaken functionele beperkingen, zeker en vast op langere termijn. Dus eigenlijk hebben we heel veel indicaties dat die welvaartsziekten, dat die niet een kleine groep treffen, maar echt een zeer grote groep, een zeer omvangrijke groep. En uiteindelijk, we weten ook dat die levensstijl aan de basis deels ligt van die welvaartsziekten. Dus een beleid om die levensstijl meer te kunnen optimaliseren, heeft zeker en vast een zeer hoog economisch rendement. In het boek wordt ook een rekenoefening gepresenteerd wat betreft de kostprijs van de vier belangrijke chronische aandoeningen, hart- en vaataandoeningen, diabetes type 2, kanker en de chronische ademhalingsproblematiek. En geloof het of niet, hoewel iedereen praat over het belang van die levensstijlziekte, vind je niet makkelijk hierover goede informatie. Je moet echt gaan zoeken in belangrijke publicaties van Eurostat en noem maar op. We hebben dan echt die zaken gebundeld en wat blijkt, die vier grote chronische aandoeningen zijn goed voor pakweg 30-35% van de directe medische kost in de meeste westerse landen zoals België. Wat dus betekent dat onze levensstijl heeft een hoge kostprijs en dat is geen goed nieuws voor onze nieuwe minister van Begroting, omdat ook uit alle studies blijkt dat de factuur van die chronische aandoeningen gaat toenemen naar 2050 toe. Dit komt onder andere door de vergrijzing, die natuurlijk meer en meer mensen gaat confronteren met die eventuele beperkingen door die chronische aandoeningen. Dus er is zeker en vast nog altijd een belangrijk potentieel om hier iets proberen aan te doen. Nu, heel belangrijk is wel dat in de praktijk elk gesprek over bloedsuikerwaarden, cholesterol, bloeddruk, noem maar op, gebeurt klassiek in een medische setting, waarbij de persoon waartegen wordt gepraat
zich ziet als een patiënt met een medisch probleem waar dan heel dikwijls ook een medische oplossing wordt voor aangeboden. Wat natuurlijk te begrijpen valt, maar eigenlijk als de basis van het probleem de levensstijl is, zou de setting eerder moeten gaan over wat kan je veranderen aan de levensstijl om het probleem op zijn minst proberen te beperken of eventueel zelfs volledig te kunnen omkeren. En dus het gemak van een pilletje wordt al veel over gepraat natuurlijk, hè, komt altijd terug. Levensstijlverandering vraagt inspanningen. Een pilletje blijven nemen is natuurlijk voor vele mensen veel gemakkelijker. Maar vandaag, in de corona-problematiek, weten we eigenlijk al behoorlijk lang dat bepaalde pilletjes nevenwerkingen hebben die net een soort platform bieden voor het coronavirus. Bepaalde types van medicatie tegen diabetes type 2 en tegen verhoogde bloeddruk hebben een impact op de expressie van de ACE2-receptoren. Dat zijn heel specifieke enzymes die gebruikt worden door het coronavirus om je lichaam eigenlijk binnen te dringen. En dus als je medicatie neemt die net die expressie verhoogt, heb je eigenlijk meer kwetsbaarheid voor het virus. Dus geen toeval dat natuurlijk mensen met onder andere diabetes spijtig genoeg terechtkomen op de intensieve zorgafdelingen van onze ziekenhuizen. En dit is absoluut geen nieuwe informatie. Ook de publicaties rond SARS van 2005 wezen eigenlijk toen ook al op die belangrijke nevenwerkingen van bepaalde types van medicatie. Met andere woorden, uw immuniteit op een natuurlijke manier proberen te versterken door een gezonde levensstijl heeft altijd een belangrijk rendement tegen elke mogelijke nieuwe bedreiging, zoals latere virussen enzovoort eigenlijk, hè. Dus we weten dat die levensstijl belangrijk is, maar natuurlijk, ja, wat winnen we nu met gezonder te gaan eten, met meer te gaan bewegen, met alcohol te matigen en noem maar op? Gaan we dan een paar kilo's verliezen? Gaan we dan er een klein beetje beter uitzien, een beetje sterker zijn? Er is natuurlijk heel veel meer uit het wetenschappelijke werk. Dat vertrekt van grootschalige studies blijkt dat een gezonde levensstijl uw risico op de ontwikkeling van chronische aandoeningen kan verminderen met 70-80%. Wat in mijn ogen een zeer belangrijke reductie natuurlijk is, hè. Als je dan kijkt naar de reductie van risico op hart- en vaataandoeningen, is er een zeer belangrijke Inter-Heart Study afgenomen in 52 landen. De conclusie is dat als je 9 risicofactoren kan onder controle houden, kan je je risico op de ontwikkeling van hart- en vaataandoeningen beperken met 90-94%. Dus terug zeer spectaculaire getallen die aantonen dat er een zeer hoog rendement is voor optimale levensstijlkeuzes. Je gaat niet alleen de ontwikkeling van ziektes kunnen verminderen, je kan ook curatief, genezend werken dankzij levensstijlkeuzes. Er is een zeer belangrijke trial geweest, eigenlijk begonnen in 1986 van Dean Ornish, de Heart Lifestyle Trial, waaruit bleek dat heel zware patiënten met hart- en vaataandoeningen konden dankzij alleen levensstijlinterventie de aderverkalking op een zichtbare manier terugdringen, wat een heel spectaculair resultaat was, is ook achteraf bevestigd geweest door vele andere studies. En in zaken diabetes type 2 weten we ook dat alleen al levensstijlinterventies, vooral anders gaan eten, bij heel wat van de patiënten de medicatie sterk kan laten afbouwen tot zelfs helemaal overbodig maken. Dus je kan ook curatief gaan werken met die levensstijlinterventies, wat toch heel veel ook economisch potentieel biedt, hè. Dus dat werkt zeker en vast, maar werkt dan wel het preventiebeleid? We weten dus dat het preventiebeleid vele gedaanten kan hebben. En dus je hoort af en toe sceptische reacties als je pleit voor meer preventie. Wel, ik kan u verzekeren, in mijn boek behandel ik een paar succesvolle voorbeelden van preventiebeleid internationaal. Ik ga die nu niet allemaal natuurlijk overlopen, maar het meest belangrijke bewijs van de effectiviteit vind ik in Noord-Karelia, een Finse provincie, waar in de jaren 70 per 100.000 inwoners elk jaar 700 mensen overleden aan hartmortaliteit. Er kwam toen een zeer uitgebreid community-based preventieprogramma met heel veel succes, want in het jaar 2010 overleden maar 110 mensen als gevolg van hart- en vaataandoeningen in diezelfde provincie. En als je kijkt naar wat maakt dan preventiebeleid op deze manier community-based effectief succesvol, heb je 3 belangrijke elementen
Ten eerste, er moet een community-based diagnose zijn. De maatschappij moet in zijn algemeenheid willen inzetten op een verbetering van de levensstijl. Een heel belangrijk element, hè. Je moet ten tweede alle stakeholders doen samenwerken. Dat betekent ook de voedingsindustrie, de retailers en noem maar op, hè. Je moet dan ook de fysieke en sociale omgeving kunnen aanpakken. Dat geeft eigenlijk het meeste kans op succes in deze context, hè. Dus Karelia, zeer bekende case in de literatuur. Ook het Zweedse Vesterbotten is eigenlijk een gelijkaardige, succesvolle case. Met wel focus op alleen maar hart- en vaataandoeningen. Die studies zijn zeer uitgebreid bestudeerd geweest. Maar wat blijkt? Er was vrij weinig aandacht voor de economische analyse gekoppeld aan die studies. En de weinige studies die we wel hebben gevonden, die concluderen dat de baat die wordt gerealiseerd met preventie zeer kosteneffectief is. Uitgedrukt in euro per kwali win je enorm veel dankzij een zeer laag technologisch preventiebeleid. Dikwijls 100 keer goedkoper dan via vrij gesofisticeerde medicatie kan worden gerealiseerd. Dus uiteindelijk, preventiebeleid kan werken, grootschalig, maar ook kleinschalig. Ik verwijs in het boek naar groepsessies, bijvoorbeeld het CHIP-programma, ontwikkeld in 1986. Aan de andere kant van de Atlantische Oceaan door Hans Diehl, geeft aan mensen met interesse in levensstijlveranderingen gedurende 18 sessies uitgebreid informatie over het belang van levensstijlkeuzes, hoe om te gaan met barrières en ook hoe je echt in het praktische leven goede gewoonten kan ook vasthouden binnen een gezin, op de werkvloer en noem maar op eigenlijk, hè. En CHIP is ook bekend aan het worden in Europa, gelukkig. Je ziet meer en meer experimenten met gelijkaardige concepten. Die tonen keer op keer aan dat je mensen kan meekrijgen tot een verandering. Is ook in de wetenschappelijke literatuur goed gedocumenteerd intussen. Dus dat blijkt ook zeker en vast effectief te zijn. Een belangrijke nuance wel. Je moet wel natuurlijk mensen meekrijgen die intrinsiek ergens gemotiveerd zijn. Als mensen totaal geen zin hebben tot een verandering van de levensstijl, moet je die niet proberen mee te krijgen in dat soort programma's. Dat is eigenlijk een heel belangrijke nuance. We hebben dus eigenlijk enorm veel informatie over het belang van levensstijlkeuzes, over welk beleid dat eventueel kan laten uitrollen binnen onze maatschappij. Maar de vraag is natuurlijk ook, activeert informatie altijd en voor iedereen? En dat is eigenlijk een heel fundamenteel ding. We gaan er nogal vlug van uit dat goede websites, goede boeken volstaan om iedereen mee te krijgen in de zoektocht en de ontwikkeling van een andere levensstijl. Maar in de praktijk kan dat natuurlijk nooit zo werken voor iedereen. Bijvoorbeeld voor een land zoals België wordt geschat dat 5-8% van de bevolking functioneel analfabeet is. Dat betekent, mensen kunnen elementair lezen en schrijven, maar kunnen niet goed om met complexe informatie, met een jargon dat voor hun totaal vreemd is. Bijvoorbeeld, verminder uw consumptie van verzadigde vetten. Dat is voor vele mensen niet behapbaar, hè. Een tweede punt is dat het kenniscentrum, het Federale Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg, heeft een studie uitgevoerd over gezondheidsongeletterdheid. En de conclusie is dat 30-40% van de Belgische bevolking problemen heeft om de eigen gezondheidsstatus goed te kunnen evalueren, om hierover te communiceren met zorgverstrekkers en ook problemen heeft om bijvoorbeeld medicatie op de correcte manier te nemen. Dus terug, je hebt hier een belangrijk deel van de bevolking dat niet zo vlot om kan gaan met, laten we zeggen, allerhande informatiestromen. Die hebben zeer waarschijnlijk een meer directe ondersteuning nodig. Tot in bepaalde gevallen individuele coaching om die mensen echt te brengen naar een levensstijl die bepaalde risico's effectief kan elimineren. Maar wat dan met de hoogopgeleiden, hè, met de hogere inkomsten waarvan we vlug denken, die kunnen natuurlijk wel dankzij die leuke website aan de slag en gaan zichzelf transformeren. Dat is ook niet echt duidelijk, omdat als we kijken naar andere beslissingen die de hogere inkomens moeten nemen, bijvoorbeeld in zaken de renovatie van hun eigen woning, dan beseft de overheid, het renoveren van een woning is enorm complex. Niet iedereen heeft ervoor de skills. Dus wat gebeurt in meer en meer steden? Je kan gratis een renovatiecoach inhuren. Die komt kijken naar je woning.
die doet daar metingen, er worden warmtefoto's genomen en noem maar op. En die coach gaat dan voor u een plan maken van aanpak om uw woning effectief op de juiste manier te kunnen renoveren. En dat is echt nodig, ook voor vele hoogopgeleiden die niet zelf al die kennis hebben. En de overheid geeft dan ook steun aan dat soort initiatieven, stelt coaches ter beschikking. Maar natuurlijk, je kan dat ook doortrekken naar ben je in staat om zelf je eigen gezondheidsstatus effectief te gaan renoveren. In de zin van levensstijlkeuzes te gaan veranderen om bepaalde doelstellingen te kunnen realiseren. Ook terug hier botsen heel veel hoogopgeleiden met bepaalde barrières. En dan kan natuurlijk deelname aan dingen zoals groepsessies, die zeer informatief, interactief zijn, een heel belangrijke bijdrage leveren. Nog een kleine andere opmerking is dat als je kijkt naar ook de hoger opgeleiden, als die gaan zeer intensief bijvoorbeeld sporten, gaan triathlons doen of gaan marathons lopen, veel van die mensen hebben ook een coach. Hè. Hoewel je makkelijk alle boeken kan aankopen over trainingsleer, je kan online veel programma's vinden, maar toch kiezen mensen voor een coach. Waarom? Die maakt dikwijls heel moeilijke beslissingen, heeft ervaring natuurlijk en wekt ook vertrouwen. Dus dikwijls zien we toch wel dat mensen voor complexe beslissingen, ook de hoger opgeleiden, zoeken naar ondersteuning en zoeken naar coaching. Dus ik wil hiermee gewoon duidelijk maken dat een, laten we zeggen, eerder passief georganiseerd preventiebeleid van geef maar informatie, kan een groot deel van de doelgroep waarschijnlijk bereiken, maar voor een groot ander deel heb je ook directe ondersteuning nodig, die natuurlijk zeer divers kan zijn. Hè. Ik wil dan even stilstaan bij de kostprijs van dingen zoals coaching en ondersteuning. Dat is natuurlijk, dat kan oplopen tot een aanzienlijke factuur. Maar dan moeten we ook even goed terug inzoomen op die zeer gekende preventieparadox van Rose. Geoffrey Rose heeft in 1981 gesteld dat het preventiebeleid botst op een fundamentele barrière, namelijk alle monetaire baten van betere levensstijlkeuzes zijn er voor de overheid. Die gaat natuurlijk later lagere factuur hebben als gevolg van chronische aandoeningen. Terwijl het zoekende individu dat de levensstijl verandert, moet een aanpassingskost nemen of moet zelf gaan investeren in het vinden van informatie, in ondersteuning en noem maar op. Hè. Dus de baten zijn er voor de overheid en het individu heeft alleen maar eigenlijk een kost. En dat is volgens Rose een van de pijnpunten in het kunnen activeren van een deel van de bevolking. Je kan het natuurlijk ook gaan omkeren. Als je weet dat de overheid financiële baten geniet van een betere levensstijl, en ik heb dat ook becijferd voor onder andere diabetes type 2, dan kom je vrij vlug uit op zeer grote bedragen, omdat natuurlijk heel wat mensen die al lang diabetes hebben, ja, die moeten vrij dure behandelingen ondergaan en dat telt natuurlijk stevig op, hè, die totale factuur. Dus als je een deel van de doelgroep kan brengen tot een betere levensstijl, spaar je als overheid toekomstige facturen natuurlijk uit, waarmee je eigenlijk kan een budget vrijmaken om mensen de kans te geven om coaching in te kopen, in te huren, vertrekkende van hun heel specifieke doelstellingen. En dus ik heb al gesproken over groepsessies en dat werkt behoorlijk goed, is ook zeer goedkoop relatief gezien. Maar natuurlijk, niet iedereen wordt geholpen met een groepsessie. Je hebt voor bepaalde mensen heel waarschijnlijk individuele ondersteuning nodig. Dat bleek onder andere een paar jaar terug met een paar programma's in Frankrijk gericht tegen overgewicht, waar men letterlijk mensen heeft families doen bezoeken, doen kijken wat zit er allemaal in de koelkast, hoe worden maaltijden bereid en gegeten. En uiteindelijk heeft dan die coaching kwestie een plan opgemaakt met die families in kwestie, van kijk eens, we gaan de koelkast anders gaan vullen, we gaan de voorraadkamer anders gaan vullen. Dan is die coach met die familie in kwestie op stap geweest naar de supermarkten, naar de markten om de juiste producten te gaan verzamelen. Heeft dan kookdemonstraties gegeven in de keuken van het gezin zelf en heeft dan zo die mensen echt een opleiding gegeven die ze zelf konden overnemen en ook in de praktijk gaan toepassen. Natuurlijk, dit kost behoorlijk wat middelen, dus we moeten wel natuurlijk ook, kijken naar hoe ver gaan we in dat soort ondersteuning. Hè. Maar mijn boodschap is eigenlijk dat er is geen
one size fits all, denk ik. Je moet echt proberen ook de mensen die nu kampen met een beperkte gezondheidsgeletterdheid zeker en vast mee te krijgen in dit verhaal. Hè. Je mag niet alleen voor de hoger opgeleiden zeer interessante sessies organiseren, dat moet ook gebeuren, maar je moet ook kijken naar, hebben we eigenlijk iedereen wel mee in dit verhaal? Hè. Dus ik pleit in dit boek onder andere voor een individueel gezondheidsbudget. Wat betekent dit concreet? U komt in contact met uw huisarts of met een behandelende arts. U praat over te hoge bloeddruk, risico op diabetes of over andere risicofactoren. En dan kan die arts eigenlijk u de vraag stellen, bent u geïnteresseerd om u te laten bijstaan in het ontwikkelen van een betere, een meer gezonde levensstijl? Wat dan ook gaat betekenen, u gaat een beetje anders gaan eten, u gaat meer gaan bewegen. Goed nadenken over alcohol, stressbeheersing is een heel belangrijk element, moet ook meegenomen worden. En indien dan de patiënt aangeeft, ja, dat spreekt me echt wel aan, wat niet iedereen gaat zeggen natuurlijk. Hè. Een groot deel gaat zeggen, laat me alsjeblieft gerust met al die zaken, geef me gewoon mijn medicatie, dat is eigenlijk veel makkelijker, geen enkel probleem wat mij betreft. Maar dan dat deel van de doelgroep, dat dus wel aangeeft, ik ben effectief geïnteresseerd in ondersteuning, zou dan moeten een budget kunnen krijgen om maatgericht te kunnen coaching in te kopen of deel te nemen natuurlijk aan groepsessies of aan een ander aanbod in de markt. Hè. Waarom is dat eigenlijk op zich een heel belangrijk element? Je gaat hierdoor veel lange termijn effecten kunnen realiseren. Ik heb al verwezen naar de vele mensen met risicofactoren voor chronische aandoeningen, denk aan verhoogde bloeddruk, hè. Maar een klein deel daarvan is nu op zoek naar coaching. Als nu meer en meer mensen effectief gaan zoeken naar die coaching, naar die ondersteuning, dankzij het toekennen van een budget, gaat hierdoor de vraag naar preventiediensten gaan toenemen. En dat gaat natuurlijk een aanbod uitlokken in de markt. Er gaan nieuwe spelers komen, die gaan nieuwe formules, nieuwe concepten in de markt gaan lanceren. Die gaan ook kunnen gebruik maken van natuurlijk allerhande technologieën. Wat enorm veel mogelijkheden biedt. Dus je gaat echt innovatie uitlokken ook in deze markt. En ook echt het klassieke ondernemerschap gaat zich kunnen storten op deze markt. Hè. Dus als je kan die vraag doen verhogen, heb je ook meer aanbod in zo'n markt. Ga je innovatie zien, ga je leereffecten zien. En dus vandaag in een wereld waar we alles perfect kunnen traceren, kan je echt zien van wie stroomt in welk programma, heeft dat zo lang gevolgd, met welk resultaat. Die mensen komen terug bij de huisarts, gaan terug een bloedonderzoek ondergaan binnen 6 maanden of binnen 1 jaar. Je kan dan kijken naar, heeft dat nu een impact op die bloedwaarde en noem maar op. Hè. Je kan dus echt beginnen te leren over wat nodig is, bij wijze van spreken, per profiel in je doelpopulatie. Dus one size fits all, ik geloof daar niet in. We moeten dat zeker en vast meer op het niveau van specifieke profielen gaan organiseren. En dat lijkt me zeer evident in een kennismaatschappij die we toch claimen te hebben. Een finaal punt is natuurlijk ook dat het heel belangrijk is dat we ook de mensen met de lagere inkomens ook meekrijgen. Dat is een zeer belangrijk element qua fairness, dat er ook kan worden gekoppeld aan een concept zoals het individuele gezondheidsbudget. Natuurlijk, als we een concept in de markt proberen te zetten, gaat dat in het begin leiden tot tot tegenvallende resultaten. Hè. We moeten experimenteren. Niet elke sessie gaat rendement geven. Bepaalde programma's gaan niet aanslaan. Dat moeten we eigenlijk erbij nemen. Hè. Je kan nooit, denk ik, vanaf dag 1 met de perfecte programma's uit gaan pakken voor alle mogelijke doelgroepen. Dat vraagt tijd, maar dat is nu eenmaal bij elke vorm van marktcreatie. Dat gaat nooit van dag 1, laten we zeggen, optimaal functioneren. Dus dat is een heel belangrijk element. Natuurlijk, vandaag is er al heel wat. Hè. We hebben natuurlijk in de steden vooral dingen zoals, zaken zoals interdisciplinaire centra, waar je kan geholpen worden. En dus ja, op termijn moet natuurlijk ook voor mensen die buiten de steden wonen er genoeg aanbod zijn om ook op een toegankelijke manier in contact te komen met dit soort mechanismen, met dit soort opleidingen. Hè. En dat vraagt natuurlijk tijd. Dat kan je niet forceren op een paar jaar tijd. Maar dus ik denk wel dat door gericht te gaan werken met dit soort mechanismen, een dynamiek kan ontstaan die na verloop van tijd echt kan worden uitgerold of zal worden uitgerold ook
naar, laten we zeggen, meer de landelijke gemeenten, waar misschien vandaag dit soort kennis er minder is of dit soort ondersteuning minder makkelijk voorhanden is. Dus dit instrument werk ik vooral uit in het boek. Ik geef ook cijfers over het rendement van dit soort instrument, vertrekkende met een analyse over diabetes type 2. En dus mijn conclusie is dat als we echt kunnen op termijn zowel de vraag naar preventiediensten als het aanbod van doen toenemen, dat zeker en vast kan een dynamiek gaan creëren met hopelijk positieve resultaten op langere termijn. Dit voorstel is natuurlijk geen, voorstel dat, laten we zeggen, al de rest overbodig maakt. Integendeel, het klassieke beleid kan worden voortgezet, maar ik denk dat je dus meer activerend kan gaan werken door het aan te vullen met effectief mensen te triggeren tot, ja, laat u echt eens begeleiden, zoek ondersteuning bij gelijkgestemden. Dat is een heel belangrijk element. Ik wil nog één ding benadrukken over groepsessies. Het gaat niet alleen over de informatie zelf bij die groepsessies, maar ook over de groepsdynamiek. We weten dat mensen natuurlijk na verloop van tijd elkaar leren kennen, ook elkaar gaan ondersteunen. Dat geeft ook heel veel support in onze maatschappij eigenlijk. Dus niet alleen die kennis is belangrijk, maar ook het gebeuren zelf. Dat kan ook heel veel toegevoegde waarde creëren. Dat wordt ook uitgewerkt in het boek. Goed, ik heb ongeveer een half uurtje gepraat, denk ik. Dus ik ben benieuwd naar eventuele reacties die zijn binnengekomen. We gaan kort even pauzeren. Ik ga dan kijken naar de vragen en ik kom dan spoedig terug, pakweg binnen 3-4 minuten, met een poging om een paar van uw vragen degelijk te beantwoorden. Ik dank u alvast voor uw aandacht en tot spoedig. Thank you.
Ja, welkom terug. Ik dank de vele mensen die vragen hebben ingediend. Het waren er behoorlijk vele. We kunnen moeilijk alle vragen, denk ik, diep gaan proberen te beantwoorden. Nu, ik ga beginnen met twee vragen. Er waren een paar mensen die de vraag stelden van wat dan te doen met mensen die misschien niet echt intrinsiek gemotiveerd zijn. Ik heb dat benadrukt omdat uit onderzoek blijkt dat als je mensen tegen hun zin eigenlijk in allerhande programma's gaat laten inrollen, dat geeft een heel slecht resultaat. Hè. Daar moeten we gewoon weer, denk ik, duidelijk over zijn. Maar als je kijkt naar intrinsieke motivatie en extrinsieke motivatie ook eigenlijk, kan je op termijn wel veel gaan veranderen. Ik bedoel hiermee dat vandaag het zoeken naar ondersteuning is niet zo gebruikelijk, is niet zo bekend bij heel wat doelgroepen. Mocht dit nu meer en meer bekend gaan worden in de komende jaren, decennia, wordt dat eigenlijk aanzien als iets behoorlijk normaal, dat je gewoonweg overweegt en waar je op zijn minst even van proeft als je wordt geconfronteerd met een paar risicofactoren. Je hebt hierover heel veel literatuur over de diffusie van innovaties en dat verloopt als een S-curve. In het begin heb je eigenlijk een heel beperkte, wat heet uptake van een innovatie. Maar dan natuurlijk eens een bepaald kantelmoment wordt genomen en meestal zegt men dan, als een marktaandeel oploopt tot pakweg 20-25%, plotseling kan een product massaal worden verspreid in de markt, hè, wordt iedereen ergens geïnteresseerd in dat product. Dat kan op termijn ook gebeuren met simpelweg levensstijlkeuzes. Als je merkt in je eigen omgeving dat meer en meer mensen daarmee bezig zijn en tevreden zijn over bepaalde programma's die ze ooit hebben gevolgd, hè, of volgen, je pikt dat ook ergens op en je gaat waarschijnlijk de vraag stellen van tja, als dat werkt voor de mensen die ik goed ken, of toch degelijk werkt, waarom moet ik niet zelf dat proberen te ondervinden? Dus ik denk dat je in een heel andere context op lange termijn het bij wijze van spreken een beetje evident zou zijn om na te denken over verandering van de levensstijl. Hoewel dat misschien vandaag nog helemaal het geval niet is. Hè. Dan zijn er veel mensen die misschien niet gemotiveerd zijn, dat weet ik helemaal niet. Hè. Maar ik weet wel uit bijvoorbeeld studies voor de VS, waarin men mensen met diabetes type 2 heeft zeer uitgebreid geïnformeerd over allerhande levensstijlprogramma's, die al worden terugbetaald in de VS vanaf het jaar 2002 onder Medicaid en Medicare. Over de baten dus geïnformeerd van die levensstijlprogramma's. Hè. Men heeft dan ook tegen die mensen gezegd, u kan zo'n programma gaan volgen in een of ander gezondheidscentrum, gratis, dan nog zegt eigenlijk 1/5 ongeveer, ik moet er niet van weten. Ik wil er niet eens over nadenken. Laat me gewoon weg met rust. Dus je hebt nog altijd die respons bij een deel van de doelgroep, denk ik. Maar het gaat daar niet echt over. Het gaat meer over het andere deel, dat dus wel gemotiveerd is, maar vandaag misschien niet echt wordt geholpen op de meest effectieve manier of op een toegankelijke manier. Dat is een heel belangrijk element. Dan wordt ook de vraag gesteld, ja, als we gaan beginnen met vele programma's, hè, op diverse manieren aangepakt, dan kan natuurlijk een wildgroei ontstaan van iedereen doet zomaar wat. Hè, en dat kan dus leiden tot heel veel programma's die misschien heel veel beloven, maar die niks waarmaken. Dat hoort er ergens een klein beetje bij. Belangrijker is, we moeten natuurlijk evalueren. En ik verwacht toch wel dat in onze kennismaatschappij dit vandaag vrij makkelijk is om te doen. Want je krijgt niet zomaar een budget natuurlijk. Hè. Je moet naar de geneesheer kenbaar maken, ik ben er echt tot geëngageerd. Ik wil het ook ernstig opnemen en je wordt dan ook opgevolgd. En natuurlijk weet ook die geneesheer welk programma je volgt. En dus wanneer blijkt dat dat altijd op een sisser afloopt, gaat vlug de conclusie komen dat dit programma absoluut niet waarmaakt. Wat wordt beloofd gaat ook vrij vlug, laten we zeggen, verdwijnen uit de optielijst. Hè. Dus je moet een selectie laten gebeuren in, laten we zeggen, het ruime gebeuren van deze markt. Hè. Maar je kan niet op voorhand, denk ik, zeggen van, kijk, alleen die en die programma's mogen overwogen worden, omdat we niet echt weten wat werkt voor dat en dat profiel dat vandaag misschien aan de kant blijft staan. Dus we moeten toch wel het experiment zeker en vast een kans geven. Maar natuurlijk, evaluatie, kwaliteitscontrole moet ingebouwd zijn, omdat je anders natuurlijk ook geen conclusies kan trekken over wat betreft effectiviteit en lange termijn rendementen in deze toepassingen. Kort ook nog even
Ik krijg ook een vraag over wat doen onder andere de Scandinavische landen, die zo opvallen met natuurlijk hun hoge aantal gezonde levensjaren. Uiteindelijk, dat zijn landen met een model waar men echt zoekt naar wat leeft bij de bevolking, wat vraagt de bevolking, wat kan de overheid bieden als antwoord op die vragen van de bevolking. Hè? Dat is wat heet het corporatistische model dat ruim bekend is. Laat mij een voorbeeld geven. Een paar jaar terug heeft de stad Kopenhagen een groot onderzoek gedaan naar de levenskwaliteit binnen de stad Kopenhagen. En daar kwam uit dat een deel van de bevolking antwoorden, ja, prima levenskwaliteit, alleen wij kampen met meer en meer stress. En wat heeft dan de stad Kopenhagen gedaan? Die zijn begonnen met het aanbieden van terug groepsessies, trainingsprogramma's in zaken stressbeheersing, mindfulness, meditatie, maar ook wat meer bewegen. Gratis aangeboden door de stad, door diverse actoren in de stad aangeboden. Simpelweg als reactie van dit wordt gevraagd blijkbaar door de bevolking, dit leeft bij de bevolking, dus we gaan ook aan de slag als overheid om dat effectief te kunnen aanbieden aan de bevolking. Noord-Karelia in Finland is dus een programma dat is gevraagd geweest door de bevolking. In 1970 heeft de bevolking ginds met allerhande petities eerst bij de burgemeester en dan op de provincieraad letterlijk gevraagd om een beleid als reactie op de hoge mortaliteit als gevolg van hart- en vaatziekten in Karelia. Je moet ook weten dat toen werd er elk jaar een soort ranglijst gepubliceerd van in welke regio overlijden de meeste mensen aan hartaanvallen. En toen bleek Noord-Karelia altijd op nummer 1 te staan, wat natuurlijk geen aangename informatie is voor de bevolking. En men vroeg dan ook effectief een respons van de beleidsmakers ten aanzien van deze problematiek. En dus daarom heeft het beleid dit programma ook uitgerold op een zeer ingrijpende wijze. En men zegt eigenlijk, althans de hoofdauteurs rond dit programma zeggen, wij hebben ongeveer de helft van de doelgroep effectief kunnen bereiken, wat een ongelooflijk succes was. Hè. De boodschap is altijd, de bevolking geeft signalen, de beleidsmaker reageert erop. Maar natuurlijk moet ook die beleidsmaker alert zijn voor die signalen. Hè. Dus wat Kopenhagen heeft gedaan, die enquête naar levenskwaliteit binnen de bevolking, is natuurlijk, denk ik, een goede manier om op zijn minst te weten wat is prioriteit bij uw bevolking zelf. Hè. Dan is er ook een vraag over, als je praat over coaches en ondersteuning, komen we dan niet per definitie terecht in het commerciële circuit? Dat kan natuurlijk een deel het geval zijn, hè? Maar eigenlijk iedereen kan die sessies aanbieden. Iedereen kan met programma's gaan experimenteren, kan die proberen in de markt te zetten. Dat kan gebeuren door ziekenhuizen, dat kan gebeuren door mutualiteiten, door verzekeringsmaatschappijen, door NGO's, door particulieren, door sportclubs. Dat kan ook gebeuren in alle mogelijke faciliteiten en infrastructuren. Het CHI-programma wordt uitgevoerd onder andere in ziekenhuizen, maar ook in bibliotheken, in een cultureel centrum, bij bedrijven zelf op de werkvloer. En dus er is niet een a priori om het natuurlijk zo commercieel mogelijk te willen gaan uitrollen. Ik kan dat ook natuurlijk gaan doen door simpelweg de markt te openen voor wie een goed product in deze markt zou kunnen inzetten. Dat kan zeker ook komen uit de publieke sector. Hè. Er is geen enkele claim dat vooral private bedrijven of zo daarvoor zouden meer geschikt zijn dan simpelweg de publieke sector. Hè. Er wordt hier ook gevraagd naar Belgische initiatieven. Hè. Je hebt Halt to Diabetes in België, maar je hebt ook in Nederland Stop Diabetes, geloof ik, als ik het goed herinner. En dus uiteindelijk zien we toch meer en meer interesse in dit soort formules. En dus wat betreft de interim resultaten van dat soort programma's die ik heb al zien passeren, dan kan ik alleen maar zeggen dat natuurlijk als je goed kan selecteren qua deelnemers, boek je vrij goede resultaten. Als je daar mensen in de groep zou pushen die eigenlijk intrinsiek heel weinig interesse hebben, kan dat een klein beetje tegenvallen. Hè? Ik moet ook wel zeggen, heel veel programma's kiezen of bieden een soort keuzemenu aan de deelnemers. Wat bedoel ik hiermee? Mocht u diabetes type 2 hebben, kan je natuurlijk met je voedingskeuze enorm veel realiseren. Maar niet iedereen wil echt heel ver gaan met die voedingskeuzes. Hè?
Als je bijvoorbeeld de aanbeveling krijgt, verminder je consumptie van verzadigde vetten, hoe ver ga je daarin? Dat is een heel fundamenteel ding, hè? Of als je de aanbeveling krijgt van eet minder vlees, hoe ver ga je daarin? Hè? Ga je effectief een beetje verminderen? Of ga je onmiddellijk zeggen, ik word vegetariër of veganist? Hè? En dus in bepaalde programma's gaat men zeer ver, wil men ook zeer ver gaan. In andere zegt men, niet te extreem doen, zeker geen vegetariër gaan worden, gewoon weer een beetje verminderen is al meer dan genoeg. Dat is ook wat meer behapbaar, zegt men dan nogal vlug. Maar niet vergeten natuurlijk dat als je onmiddellijk gaat voor een radicale verbetering of bijsturing van het voedingspatroon, heb je ook andere resultaten dan een vrij softe aanpak. Hè? En dat geldt ook voor beweging. Dus heel veel programma's promoten meer beweging, maar eigenlijk is er heel weinig onderzoek al gebeurd naar de interactie tussen meer bewegen en het terugdringen van diabetes type 2. Omdat heel veel van die onderzoeken gaan ervan uit, ja, de deelnemers gaan toch niet bereid zijn om echt heel veel te gaan bewegen of om daarin veel tijd te gaan investeren. Dus wat gaan we doen? Het simpel houden. We zeggen tegen die mensen, 20 minuutjes wandelen per dag is eigenlijk al meer dan genoeg. En je hebt ermee dan natuurlijk wel een resultaat. Maar je zou kunnen zeggen, probeer op termijn 1 uur per dag te wandelen of nog meer, heb je natuurlijk waarschijnlijk ook een ander resultaat. En dus terug, evaluatie hangt enorm af van hoe ver wil men gaan met die programma's. Hè. Gaat men echt all the way bij wijze van spreken of gaat men eigenlijk vooral een beetje voorzichtig die zaken gaan in de markt zetten, dan heb je natuurlijk ook een meer voorzichtig resultaat. Hè. Maar al die initiatieven die wijzen simpelweg op een interesse in het veld, hè, om te verkennen, kan dit werken? Moet dit worden later veralgemeend, worden meer uitgerold? Dat wijst op een belangrijke interesse in het veld. Hè. Ik krijg ook een paar keer de vraag van, ja, in hoeverre zijn artsen geïnteresseerd in het gaan promoten van preventie? Willen ze daar effectief in meegaan? Ik denk, althans de artsen die ik ken, zijn daar zeker en vast in geïnteresseerd. Maar natuurlijk, een arts heeft het enorm druk, niet alleen vandaag, maar ook in normale tijden. Hebben ook niet veel tijd per patiënt. En die kunnen natuurlijk nooit op 15 minuten tijd het volledige alfabet van levensstijlkeuzes overlopen. Dus die willen natuurlijk graag doorverwijzen, maar je moet er wel goede partijen hebben om te kunnen naar doorverwijzen. Dus ik denk dat de arts eigenlijk een vragende partij is om te kunnen een deel van hun patiënten dat genoeg gemotiveerd is, effectief te laten helpen door externe partijen en dan te kunnen opvolgen welke impact heeft dat nu. Dus als uw missie is, ik wil mensen effectief in hun gezondheid zelf ook een beetje laten controleren, ben je denk ik als arts zeker en vast geïnteresseerd in deze aanpak. Hè? Goed. Er is ook een vraag over prestatiegerichte cultuur, hè, rond gezondheidszorg en eigenlijk medische overconsumptie. Je kan dat niet waarschijnlijk op korte termijn radicaal veranderen. Dat is ook helemaal mijn ambitie niet. Hè. Dus mijn ambitie is vooral dat er op termijn meer preventiediensten toegankelijk worden voor iedereen. Maar natuurlijk, het zou vrij absurd zijn dat je een deel van de bevolking gaat stimuleren tot effectief levensstijlinterventies, terwijl de andere, laten we zeggen, niet optimale fenomenen in ons gezondheidszorgsysteem ongemoeid zouden gelaten worden. Dus er is zeker en vast altijd ruimte voor verbetering. Maar ik ben denk ik niet de persoon die op alle, laten we zeggen, opportuniteiten tot verbetering een pasklaar antwoord kan bieden. Hè. Nu, interessant is ook wel dat die medische overconsumptie, ja, als je dan kijkt naar wie zit daarin, dat zijn dikwijls eigenlijk de hogere inkomens, hè, die ook meer frequent met allerhande zorgen gaan bij zorgverstrekkers en dan ook dikwijls graag veilig spelen. En dit zou toch wel ook een element zijn bij die medische overconsumptie. Terwijl dikwijls medische onderconsumptie vooral gebeurt door de lagere inkomens die dikwijls zorg uitstellen en die natuurlijk hierdoor meer risico oplopen. Hè. Dus je hebt ook hier een soort terug fairness aspect. Als we kijken naar wat loopt er verkeerd misschien in het ruime systeem van gezondheidszorg. Hè. Dan komt er ook een vraag over de rol
van, laten we zeggen, gezondheidscentra op wijkniveau, waar burgerparticipatie een belangrijk element zou kunnen uitmaken. Ik denk zeker en vast dat op elk niveau kan men dit natuurlijk gaan proberen te ervaren. Hè. En ik denk, hoe meer je mensen kan samenbrengen rond een collectief project, van kijk, als groep onze gezondheid proberen wat zelf in handen te nemen, te verbeteren, stap per stap en elkaar te ondersteunen, dat is eigenlijk al een zeer goede start. Hè. Dus ik zou zeggen, als je echt met de lokale omgeving aan de slag kan, heb je denk ik meer kans dan wanneer je echt moet, laten we zeggen, vreemden samenbrengen bij allerhande groepsessies. Die moeten dan langer elkaar leren kennen en noem maar op. Hè. Dus ik denk dat zeker en vast het lokale niveau een zeer goed vertrekpunt is voor allerhande experimenten rond preventie. Hè. Dan komt er ook een vraag binnen, zijn er verbanden tussen armoede en levensstijl? Er is een zeer pijnlijk verband, hè? Dus dat heet de longevity gap. Dat betekent de kloof in levensverwachting tussen mensen met lage inkomens en mensen met hoge inkomens. En die kloof die is voor België ongeveer 6 volle jaren. Wat geen detail is, is ook denk ik iets hoger voor mannen dan voor vrouwen. Hè? Nu, die kloof is er overal op de planeet. Hè. Ook in Zweden is er een gezondheidskloof tussen arm en rijk. Je hebt daar ook terug geen pasklare oplossing voor. Wat weten we natuurlijk wel met zekerheid? Dat de mensen met de lagere inkomens, ja, die hebben per definitie veel minder middelen om ook maar levensstijlveranderingen te overwegen of zich te laten ondersteunen. Dus ik denk, als je ook wil investeren in die mensen, dat dat een belangrijk maatschappelijk signaal is. Je zegt eigenlijk als overheid, wij geven om uw gezondheid en wij geven u echt een budget om u te laten ondersteunen door een of andere aanbieder in uw lokale regio, hè, omdat we echt uw gezondheid belangrijk vinden. Dus daarmee kunnen we niet alle problemen oplossen, zeker en vast niet, hè. Dat weet ik ook. Maar het is toch in alle geval een stap in de goede richting. Hè. Nu, tijdens deze coronacrisis blijkt natuurlijk dat de mensen met een beperkter scholingsniveau, ja, die worden ook meer blootgesteld aan het virus. Hè. Die gaan wel elke dag nog werken in de supermarkten en noem maar op. Hè. En dus die gaan ook meer risico eigenlijk oplopen, wat ook op zich natuurlijk iets moeilijk is vanuit puur sociaal of fairnessperspectief. Hè. Dus een algemene oplossing heb ik niet, maar ik denk wel dat eigenlijk het preventiebeleid dat ondersteuning toegankelijk maakt, een stap is in de goede richting. Zeker en vast geen averse effecten zou hebben wat betreft rechtvaardigheid in de maatschappij. Hè. Dan, wat doen we dan met niet-effectieve programma's? Wel, evalueren is eigenlijk het antwoord en dan wegelimineren. Je moet denk ik iedereen een kans geven om een aanbod in de markt te zetten. Je moet je ook een beetje tijd geven, maar je kan niet natuurlijk tolereren dat mensen een slecht programma niet verbeteren en dus geen resultaten boeken, dan is het, zou ik zeggen, de stekker eruit. Hè. Maar dat lijkt me ook logisch. Hè. In elk marktformaat heb je winnaars en verliezers. Dat gaat ook het geval zijn bij natuurlijk deze preventiemarkt op termijn. Hè. Moeten we niet proberen zoveel mogelijk stakeholders mee te krijgen, bijvoorbeeld vakbonden en mutualiteiten? Ik denk het wel, hè, omdat zeker ook mutualiteiten die kunnen overwegen om hierin ook initiatieven te nemen, een structuur te gaan opzetten, om dat te kunnen uitrollen in hun netwerk van dienstverlening. En dus uiteindelijk zijn dat denk ik interessante partijen die ook het aanbod kunnen invullen. En natuurlijk, ja, hoe meer maatschappelijke interesse, hoe meer op de tamtam van preventie wordt geklopt, hoe meer, denk ik, mensen deze boodschap horen en hoe minder ongebruikelijk het is om u te laten bijstaan in uw zoektocht naar een verandering van simpelweg uw manier van leven. Hè. Dat bleek ook uit onder andere Karelia. Hè. Als je echt die stakeholders kan meekrijgen, heb je een andere dynamiek. Bijvoorbeeld de retailers, hè, de supermarkten, die weten ook dat dit meer en meer leeft in onze bevolking. Hè. U weet dat een paar supermarkten uitpakken met de Nutri-score en ook kortingen geven voor mensen die de producten met de Nutri-score A aankopen. Dat is ook een signaal naar de consument toe. En ik denk dus dat een samenwerking tussen al deze stakeholders
nodig is om echt op langere termijn zoveel mogelijk impact te kunnen realiseren. Hè. Heel belangrijk is ook dat deze markt van gezonde producten, denk aan de gezonde vleesvervangers en noem maar op, die groeit enorm. Hè. Ook de markt van bijvoorbeeld alternatieven voor dierlijke melk, hè, die markt groeit ook enorm. Waarom? Meer en meer mensen zoeken naar dit soort producten. Als je dan kan zo'n product in de markt gaan zetten, dan kun je ook terecht met mensen met meer koopkracht, vandaag toch, hè, die ook meer willen betalen. Dus dat is eigenlijk een zeer belangrijk verdienmodel ook aan het worden voor nieuwe bedrijven. En dus dit gaat waarschijnlijk meer en meer doorsijpelen naar alle geledingen van de bevolking. Dus een retailer moet ook, denk ik, meedenken in dat verhaal, omdat je simpelweg moet zorgen dat je ook die zoekers in de markt in je magazijn binnenkrijgt voor hun aankopen. Hè. Dus dit waren een beetje de behapbare vragen eigenlijk. Er waren ook een paar zeer technische vragen over heel specifieke medische behandelingen. Maar ik ben een econoom, ik ben allesbehalve gekwalificeerd om daar een oordeel over te vellen. Dus ik kan u daar niet echt bij helpen. Hè. Maar dus ik wil u alvast danken voor de mooie respons op de uiteenzetting. Ik hoop dat ik u kon prikkelen tot het overwegen van het boek eens te lezen. En natuurlijk, als er innovatoren in het publiek zijn die ook in de preventiemarkt willen stappen zetten. Laat ons zeggen, dit is een markt met toekomstpotentieel, waar nog vele wegen moeten worden bewandeld. En ik denk dat we zeker en vast kunnen leren van alle initiatieven die gebeuren, hoe kleinschalig deze ook mogen zijn. Dus als u daarin stappen gaat zetten, ik wens u alvast veel succes. En ik hoop dat onze overheid ook op termijn op een andere manier gaat kijken naar hoe kunnen mensen geactiveerd worden en ook mechanismen hiertoe effectief probeert in de markt in te krijgen. Dank u wel. Ik wens u nog een prettige avond en misschien tot een volgende gelegenheid.